Een autobrand heeft in de nacht van woensdag op donderdag voor wat commotie gezorgd in de wijk Hatert in Nijmegen. De brandweer vermoedt dat het gaat om brandstichting. Buurtbewoners ontdekten de brand rond 2 uur nadat de brand was geblust, is de auto afgesleept door een bergingsbedrijf. Er raakte niemand gewond.